kijken als ik ergens kan kamperen hier en dan zet ik gewoon en dat ik dan. Nee, we gaan gewoon even op de voortgang buiten staan vandaag. Marines, wil jij maar even jezelf pauze houden? En voor de mensen die illegale hek gebruiken, ik ben nu live. Nou. Ook gewoon gelijk. Daan. Blijf daan. Ja, ze zijn ook echt niet zo. Ik niet. Ik gebruik nooit illegale hacks. Nee. Nooit. Hoor je in één keer bij hem cheat activated? Heavy? Hé, hey, wacht. Let op, hè? Wacht. Kijk, Christian. Wat allemaal, wat is hier druk, joh? Hey, hoor dit. Christian, let op, hè? Ik gebruik nooit hè. Doe ook net, hè. Marine, ik bedoel Christian. Hoor, ik gebruik nooit hack. Cheat activated. Nee, hoor. Deactivated. Nou is hij deactivated. Trainer activated. Cheat activated. Ja. Deactivated. Stop maar. Deactivated. Gebruik nooit. Nee, jij niet. Wat moet ik gebruiken dan? Nee, ik zei jij gebruikt dat niet. Nee! Ik ben heel braaf man in MP. Ik ga even wat mooie screenshotjes maken. Doe jij dat? Marinus, ga jij mijn rookpauze houden? Is die wel doen, Henk. Ik ga de hondjes even uitlaten als ik terug ben gaan rijden. Tik 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 power. Dikke Scania power. Matthijs. Ja. Als je slim bent, we staan nu stil, dan pasteer je je vracht, pak je die staan. Nee, want we gaan zo meteen DAF, slimpie. Idiot. Oh ja. Jongens, als Marine terecht, moet je even wachten. Zeg dat maar tegen, dat ik dan zo terug ben. Ja? Oké. Ja, gaat een halve mogel keer op de snelweg. Dan moet ik eens een slash fix doen. Matthijs, waar sta jij? Oh, ietsjes verderop. Zo, slash fix gedaan. Christian, kan je eens even tegen Marine zeggen dat ik zo terug ben? Ja. Zo. Hé, hey Christian, dat vind ik niet eerlijk. Je bent lichter dan ons. Je weegt maar 10 ton. Huh? Oeps. Oeps. Wie is er nou? Hé, hey, een tunnel. La 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 di 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 di. Hey, vliegtuig. Hey, nog een vliegtuig. Hey, nog een. Oh, nog een. Yippie. Hey, nog een. Die kick. Dikke vliegtuig. Waar zit mijn piloot? Zo, want die kick staat aan. Wat de heck, wat is hier gebeurd? Mm-hmm.
dicht, één op zijn kant. Ik ben nou in de tunnel bij Rotterdam. Jongens, zijn kakkelakken! Ik ga die honden uitlaten, doei! Hij haakt zijn schoonmaakmiddel! Maak de kakkelakken schoon, ik ga de honden uitlaten, anders ben je te laat, doei! Hoi! Heeft die herrie zo luid? Ik niet. Daan. Hoort hij anders niet als een kniplicht aanstaat of zo? Ik sta niet tegen je aan hoor. En staat hij met zijn dag voor? Ja. Ja. Sta je achter mij dan? Ja. Thank you.
Echt, hè? Moet dat geluid bij hem zo luid staan?
doe straks nog wel even wat. Hallo? Ja, doe zo nog wel even wat. Wat doen? Zolang het vloeibaar is, kan het gewoon door de gehoord zijn. Dat had ik nooit zelf bedacht. Nee, dat deed ik niet voor. Ik ben even container bij de weg zetten hoor. Aklımda yok da bakmam lazım. Bakınca anca söyleyebilirim. Bir kere yaptıysan sevmeyebilirim. Ben öyle tahmin ediyorum. Ama bak bu en birinci görev değil miydi bu normalde? Bir
değil ya. En sondan. En sondakiler ha, bu Amsterdam aynen, en sondakini daha hiç ikinci defa yapmadım ben bunu. Bunu tek seferde bitirdim sana. Sen lojistikte misin ya? Ya ben öyle çalı takılıyorum. İstiyorsan gel bizim lojistiğe bak, bizde spor falan da var. Waar is Christian en Marinus? Zijn die al terug? Christian is even de container aan het doen en Marinus is nog niet terug. Oké, dan weet hij dat die dat het iets langer zou zijn. Waar staat Christian dan? Sorry. Bij mij. Nee, waar sta jij dan? Oh, hij staat bij mij. Maar ik zie jou niet. Maar Christian zie ik wel staan. Wil niet zo. Meen het? Ik heb mijn anti-kick aan. Slot van de middel. Heb je anti-kick aangezet en al dat? Beetje. Als je al dat hebt gedaan, ja, dan word je uiteindelijk gekickt. Omdat je niet in de game zit. Je moet in de game zitten als je hem aan hebt. Ik hoop dat je echt niet staan hoor. Yo, Marinus. Hi, boys. Marinus. Ja. Tot hoe laat mag jij het gebied er? Ik mag tot 10. Stop, stop, Marinus. Ga je doen? Ja, ga maar bij Christian staan hoor. Maar we moeten nog even wachten. Christian is er nog niet. Marinus? Ja? Hoe laat maak jij de computer? 10 uur. Oké. Hoe lang wil je hier nog blijven staan? Niet lang. Kan je dan nog heel even wachten? Hoezo? Nee. Ik moet eten. Oh. Hey, sorry man, maar ik ga gewoon... Huh? Ik ga gewoon rijden, man. Eten is zo klaar bij mij, hè? Dat weet je. Ja, dat weet ik maar. Ik vind dat zo apart als jij nu nog eet. Nou, wat eet je dan? Bloemkool, aardappels en een gehaktbal. Dat is zo op. Ja, en misschien nog toetje. En... Nee, dat doen we niet aan hier. Oh. Ook lekker saai. Oké, binnen 10 minuten terug. Ja, hé, hey, hallo! Ja. Ja, jij zegt dat het heel snel kan. Hoe laat is het nu? Bijna 7:30. Oké. Ik ben sowieso voor 7:45 terug ongeveer, ja? Mm. Een kwartier moeten we wachten. Ja. Is het goed? En dan kan ik ook nog maar een kwartiertje. Ja, want dat bedoel ik. Kak, En anders kan ik nu nog wel iets van een 30 minuten. Dan gaan we nu nog wel even snel rijden.
Christian, ben jij er? Die is de vuilnisbak aan het... Ja, ze moeten sowieso nog wachten. Marine, ze moeten sowieso nog wachten. Christian is er nog niet. Ik rijd gewoon tot aan de boot en dan hoor ik wel als... Zo te horen is Christian nog ook weer. Ja, hij klampt, mion. Oh, hij is er. Kom. Ja, ik ben nog even aan het inladen, man. Nee. Jij hebt 10 ton, Christian. Ja, en een automaat. Hij is een vrachtenbad. Hey Matthijs, kijk uit! Sorry Christian! Wat? Samen moet dat nou weer? Ja, Matthijs rijdt bij mij in één keer. Ik zag jullie al niet. Ja, Matthijs staat in één keer voor mijn neus. Ah, ja, volgende keer remmen graag. Is goed. Maar... Het is zo vreemd, veel verdriet. La mama. Matthijs heeft lek. Omdat iemand zijn slijmappel shit aan heeft. Ja, gas, 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 gas. Marine, zei, ben je al met de boot gegaan? Huh? Ben je al met de boot gegaan? Matthijs denkt, goeiedag, zeg ik voor Christian aan, hè? Wacht dan nu even. King, de onderste. De langste, de onderste. En Matthijs dacht zeker, goeiedag, zeg dat ik ook Christian voorbij de enderen. Nou, ik had het al door, dus dan stuur ik alvast naar links voordat je in de klap. Dat hier achter mij. Marine, waar ben je? Marine, waar ben je? Ik heb de onderste gedaan. Ja? Waar ben je? Of moeten wij ook gewoon de onderste hebben? Ja, maar waar ben je dan? Oh, hier is die kut uitgang. Waar ben je? Ik had de bovenste gedaan. Oh. Oh. Wij hebben de onderste, dus dan moet je even terug naar Rotterdam. Nee, je hebt wel de onderste gedaan, je bent in de tap, joh. Ja, nu! Come on! Come on! Wat is er? Wat is een idioot hier? Ja, wacht. Ja, hé, hallo. Wacht even. Moet even wachten op Marina zijn Christian. Ja, dat doe ik wel na de rotonde. Marina. Marina. Ja. Na deze plaats gaan we naar Berlin. Daar moet ik volgende op gaan. Dan gaan we eerst een dag pakken, zei de Marina. Ja. De plaats bedoel ik, dat we daarheen gaan. Daar moeten we hem weer ophalen. Dan ga je pasje. Maar... Jongens, ga je maar op. Dus dan pakken we zometeen Berlin, Marines. Idiot! Marines? Record, Ben. Marinus? Ja? Dan gaan we zo meteen een DAF pakken en dan in Berlin verzamelen, oké? Want in Berlin moet de volgende opgave worden.
Mensen, we kunnen wel langs. Zo, de knijters. Sorry gast, maar de achterkant ging echt omhoog. Ik heb daar weer gehaald, ja! Ja, omdat ik vol in de ankers moet, maar dat wou niet meer helemaal. Ja, waar is Marines reed achteraan, zeker, ja. Maar is dat goed, Marines, wat ik net zei? Marine? Ja. Want de volgende event moet vracht trailer moeten we ophalen in Berlijn. Dus. Hoe kan je zien hoe ver je met dat event bent dan? Escape en bovenin beeld. Je moet er in totaal 10. En ik heb er al 3 en Marines 2. Maar Marines loopt eentje achter. Oh, kut. Ah, lekker. Eeuw. Ik denk, ik rij lekker rustig en energie. Chris, zet het uit. Jij kijk maar uit. Kijk maar uit. Ik geef het even aan. Ik kon die bocht maken, maar voor hetzelfde geld. Als kan niet. Hey, pedobeerers. Linksaf. Ja, weet ik. Oh, bijna tegen Daan aan. Oh. Ik rij achter jou, Matthijs. Yo. Ik rij nu links van je. Oh shit. Oh shit. Wat oh, wat die krap. Sorry Daan. Oh. Voor mij, Christian. Ik moet mijn remmen aanpassen. Goeiedag. Ja, Christian. Rassappel alleen. Ik voel mijn plek. Oh, scheisse. Ja, man, nou ik nog een keer. Christian, ik rij achter jou, hoor. Christian is de enige met 10 ton! Daarom zit ik ook alweer achter je, zeker. Ja. Kan ik zien of Veter Lochtik je zo zwaar weet? Ja, en wij, wij allemaal wegen 12,8 ton. Ja, lekker, ik ben de leerste. Lekker druk hier. Ja, zo Jordi wel wezen. Heb je dat zelf ingesproken? Nee. Via collega gekregen. Jongens, de beste tankstation. Wat is daarmee? Moet je tanken? Ja. Ik ook eigenlijk. Scania een beetje dorstig. Mijne niet toch? Nee. Mijne is nog eens op de helft, joh. Maar ik kan er wel wat bij gooien, kan altijd. Hé, hey, ik betaal! Oké, dan is het goed. Ik moet sowieso betalen hoor. De rekening van tanken komt wel bij de eigenaar Boda terecht. Ja? Oh, ja, motor defect. Gaat je niet lukken? Idiot! Waarom, Marines? Waarom? Idiot. Marines, waarom? Wat? Ja, dat je mee moest al. Je hebt bijna geen brandstof meer. Zoek naar een tankstation. Eh. Wat verdomme. Ik ben zo leeg. Moet ik zoveel gaan betalen?
Totale klootzak! Automaat, wind van versnellingsverzelfschakelen, ja. Ga nog wel even sturen voor we bij het tankstation zijn. Zo, ik heb gewonnen. Rienut? Ja? We moeten deze afslag, dan pas komt er het tankstation. Marina, zoveel kilometer kan je nog. Oh, kan nog iets van 200 kilometer? Dan lukt het wel. Ah, dat moet wel lukken, denk ik. Ah, ja, joh. Dat moet wel lukken, denk ik. Nou, ik gooi hem zometeen wel vol, want het is mij ook gewoon eens een keer eerder... Ja, mij ook een keer dat ik stil viel. Marina's, hij wil niet ik betaal verder. Hey, en reken maar dat het boven de 1000 euro kost. Tierenlaaier dat je bent. dat voor mij ook wel, denk ik. Waarom? Waarom moet ik betalen? Omdat jij eigenaar bent van het bedrijf. Rekening komt wat wel, meneer. Ik ben niet werknemer van. Oh, zo de tering. Welkom die weer. Kut ja, maar ik moet dus zometeen van Marines, van mijn eigen, van Chris en van Matthijs betalen. Ja. En als Chris commandeur ook had meegereden, die ook nog. En Bradley ook nog, als die mee had gereden. Dan moet je maar geen bedrijf opstarten, jongen. Daan denkt, ik ga dan failliet met die rekeningen betalen. Marina's, ik heb genoeg geld, hè. Mm-hmm. Trouwens, moeten we hier even vanaf of gewoon rechtdoor? Kijk daar naar zijn rekening, staat hij in het rood, oeps. Hé jongens, het mooiste is, jullie betalen, maar er komt ook steeds geld bij. Ja, maar hoe werkt dat dan? Bij mij gaat de geld af en dat krijg ik er later weer bij, ofzo? Ja, als het goed is staat Marines bovenaan qua geld binnenkrijgen voor de tijd. Ah ja, vuile kutters, ga van je gas af of geef gas bij. Marines? Met je kutlek. Ja? Jij staat bovenaan met geld binnenkrijgen van het bedrijf. Ah, verdamme, wat heeft die Rus veel lag zeg? 166 ms. Ah, verdamme. Rinus, jij staat bovenaan. Oké. Okay. Jij haalt het meeste geld binnen. Jongens, tankstation. Curry. Nou, ik ben nog niet zo ver. Jullie rijden hartstikke ver voor mij. Nou moet ik die Rus wel voor laten. Met zo'n 166 ms. Ik ga een tankje zo op. Hé, tanken. Daar gaat het geld. Dat voelt fijn, hè? Wat? Even te tanken. En dan krijgt hij zometeen de rekening wel binnen. Nummer 2 gaat nou tanken. Als jullie even bij het tankstation wachten, dan kom ik er ook aan. Ja, tank jij ook maar weer vol, hè? De prijs is 680 euro. Oh. Hoe voelt dat, Daan? Kut. Nou, ik ben er bij het tankje, jongen. En Marines, hoe duur wordt dat geintje van jou? Matthijs? Oh nee, wel de goeie. Hoe duur wordt dat gaat het geintje van jou kosten, Marines? Jammer, het is 863 euro. Ouch. Ouch. En nou Matthijs nog. Ja, ik had er ook al 600 euro doorheen gepanjerd. Ja, die van mij was ook 680. Matthijs, wat moet jij betalen? 601. Typen!
6 seconden. Nee. Zo, de tering. Vieze idioot. Weet je maar je de kont te beuken, hè? Hou je wel van. Werknemers. Dat doet zeer aan Daanse beurs, hè? Hoe is het? Ik je broek maar uit. Automaatje geef gas. Ik wil je broeken van je poepen van te maken. Is dat voor raar lied? Stop maar weer. Bij je pijpen, bij je pijpen. Een seksistisch liedje, dat is het. Ik ga remmen. Ik ga op de motor afremmen. Oh, daar gaat me. Wie gaat nou weer op zijn kant? Marinus natuurlijk weer. Op wie is het? Marinus, lig op die kant. Bijna tegen Daan op. Marinus, moet ik jou overeind helpen? Ja, doe maar. Als je dan even wat meer naar voren gaat, want ik zei je nog wel niet prettig. Oh, nee. Ik wil mijn levering verschrikken, hoor. Komen er zeker mensen aan? Ja. Genoeg. 4. Zes. Er komt nog één aan. En wacht even. Jongens, flikker eens op! Komt nog één. Dat meen je niet, hè? Ja, dat meen ik wel. Kom. Komen er nog twee. Wacht! Oké, ik ga je recht overeind. Is hij er bijna ook? Ik sta ook weer recht overeind. Curry, ik dacht dat ik verder kon rijden. Staat die Daan weer in de weg? Wat verdomme, die hele. Wacht even, jongens, mijn hele game loopt. Mijn computer loopt een beetje vast. Ja, dat is kut! Dat is kut, ik hou er nu in. Marinus, rij je weer? Marinus! Ik rij alweer. Oké. Okay. Oh ja, ik zie het. Jongens, we moeten nog 27 uur. Helemaal niet. Nog 7 minuten bedoel je? Oh, bij mij is het 27 uur nog wat. Vol gas, niet meteen 80 km per uur. Ai, caramba! En denk erom, hier kan een admin naar wezen. Wie zet ze? Hey, hoe is dat licht? Dan moet ik mijn thuis maar even inhalen hoor. Want dit is niks. Hij is een beetje moeilijk met optrekken. Bij de wacht! Godverdomme, moet ik nog vol op de rem hier. Tegelijk het terrein op. Mooi dan.
Hoi dag. Dus zeg maar een klein beetje druk. Dat klopt, dat alles hier moet komen. Ik ga een dag pakken in Berlin staan. Zo, dan krijg ik daar nou weer geld, zei ik. Als het goed is wel, ik zal even kijken. Ze komen binnen in de Discord, dus... Truck dealer... Ze komen binnen in de Discord en dan kan je het zien. Koop online, even een nieuwe DAF kopen. Iedereen zijn vracht is binnen. Pas instellingen aan. Helemaal niet. Cabine, superspace. Ik zie geen ene kut, want mensen staan er allemaal in. Zou ik eens even kijken voor jullie hoeveel geld jullie hebben uitbesteed aan kutroep? Aan die kutroep? Daan, krijg je ook een rekening als ik een nieuwe vrachtwagen koop? Dat weet ik niet. Ik een nieuwe dag aan het kopen. Volgens mij niet, want die koop je gewoon zelf. Meer dan 125 euro vanwege de annulering van de vracht. Even kijken. Annuleren van de vracht. Ups, is dat zo duur? No? Oh, wat doe ik allemaal? Ik kan echt niet inparkeren, zo. Hakan. Ik zie geen ene kut. Ah, foei. Kijken. Daan, kom op TeamView en parkeer jij dat ding eens in. Ja, Pleuris, jij doet het maar. Zou ik het Chris, hey, hoeveel ben ik kwijt aan jou? Weet ik het. Ja, maar de schade die wij rijden, oh, ja, krijg je ook een... Meen je dit? Wat? Ja, hij rekent het wel anders per liter op VT-log, maar ik ben 200 kwijt aan Christian. Dure jongen ben ik, hè? Als het anders berekend wordt. Ik ben duur, hè? 200 aan Christian. Hey, Daan, ik ben duur, hè? Kut, Marinus! Wat heeft Marinus nou weer gedaan? We hadden het om mee, omdat we... Pleuris, Marinus. Ja. Ik weet wat ik aan Marinus kwijt heb. Wat ben je aan Marinus kwijt aan? 900 euro. Goed gedaan, Marinus. Kan hier niet met Marinus, moest dat? Laat ik een zacht. Hoe komt Marinus nou weer op dat je 900 euro aan hem kwijt bent? Dat komt omdat jij maar een half iets erin hebt gedaan. Hij berekent het anders per liter. Leg het er nog wel uit, Christian. Kan even iemand die trailer aan de kant zetten, want zo kan ik hier niet parkeren. Maar dat is geen rijden. Jawel, maar iemand die trailer staat op mijn parkeerplaats. Hij kan niet rijden. Dan. Ja. Hoi, cutback. Hoi, Beckman. Ik heb mijn tapje pimpen. Marinus? Ik heb dapje pimpen. Ik af in Berlin, oké? Okay? Ja, hadden we toch al afgesproken. Zo. Die groen, drop, die lak, gloed, die, deze, die, verf legacy, nee, groen legacy, nee, wacht, hè, daar staan dat. Nee, hier, verf legacy.
Dan doen we die Chrome Legacy. Doen we dat. Die. Wat nou weer? Matthijs, heb je hem al geprobeerd? Hey Teun, wat zijn we aan het doen, stomme lul? Niet tegen Teun zeggen dat we het aan het doen zijn nu, jongens. Ik heb even geen zin in hem. Besturen. Diese scheiß verfickten Russen hier. Waar is Matthijs? Jongens, mag ik nog even snel eten? Het is toch niet meer normaal. Heb je nog niet gegeten? Nee, want ik ben naar de vlag aan het wezen rijden. Ja, dat is terug. We spreken allemaal af in Berlijn. En dan ga ik eten. Ja. En jullie kunnen de vracht daarop pas pakken. Heb ik deze niet eerder gehad? Weet ik. Welke? Van Berlijn? Berlijn, nee. Want daar zijn wij samen niet geweest, want jij hebt vanuit Amsterdam gepakt. Even kijken. Wij hebben toen vanuit, hoe heet het gedaan, Marinus? Uit Bratislava, nog wat. Berlijn zijn wij nog niet geweest. Klopt. Berlijn is nog geen garage. Berlijn heb ik wel. Wacht even hoor. Dat is Berlijn. Om het daar te zeggen, Berlijn of zo. Ja, Berlijn. Ja, maar dat spreek je zo uit, Berlijn. Maar het staat als Berlijn. Dat is Engels. Dus we moeten naar Berlijn. Berlijn, ja. Berlijnenbollen. Besturen. Ik heb eigenlijk die trailer erheen geknald. Dus al... Hij is ook binnen. Ja, daarom. Ja, dat ja. Eerst die druk van me repareren, want die is ook helemaal gord. Matthijs staat niet meer in de rij van dingen. Oh, nu weer! Matthijs staat er weer in! Boom! Matthijs staat weer in de lijst. Zijn jullie alweer vertrokken, denk ik? Nee, we staan in Berlijn. Berlijn dus. Kruisje, kaart, weer gaan we. Of was dat event? Hoe ver moeten we rijden, want anders haal ik het nou niet. Maar ik kan hem... Ja, ik pak hem. Gewoon van Berlijn naar Manchester weer, dus. Ja. En we gaan via Rotterdam. Ja, dat is het meest handige. Of wou je eerst Denemarken in via die haven naar Manchester? Nee. Marina's? Ik pak hem ook al. Ja. Kan je niet nog even een rookpauze houden? Nee.
Sorry. Bijna over 3 minuten, hè, maar Ines. Dan is dat weer 8 uur. Kan je even helpen? Ja, dan moet ik stoppen, dus ik dacht, dan kunnen we nu nog heel mooi rijden, Bijntje. Nou, ik denk het niet, dat is zo 3 minuten is komen. Ja, maar dan ben ik eens krap. Ja, maar dat rij je niet in 3 minuten. Nee, dat zeg je, daarom. Want Thijs, moeten we helemaal naar Manchester? Maar Marina? Ja? Je hebt over 3 minuten, dus om 8 heb je rookpauze. Daar, je moet links rijden. Oh nee, wel rechts. We zijn niet in Engeland. Maar Marinus, jij hebt al om 8 uur rookpauze, toch? Meestal wel. Kan je dat nu even doen, dan kan ik eten. Dan ben ik terug en dan kunnen we rijden. Is dat goed? Ik dacht als je al had gegeten. Nee, we zijn toch verder gereden dan? Mobielke, ja, ik sta met goed, Marinus? Dikke weg, power! Marinus, is dat goed? Als wie? Ja, dat is goed. Als wie? 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 Yo. Zet ik hem bij de pijl en ik heb hem gaan. Ja, iedereen heeft nou precies dezelfde... Hoe heet het? Gewicht. Even mijn tomtom op Rotterdam. Iedereen zijn tomtom even naar Rotterdam zetten. Bouwen we Matthijs, want die sluit toch zo af. Ja, Pinky kan ook even remmen. Ja, geen vrachtauto bek houden. En Matthijs van kant. Sorry hoor Jordi, maar dan moet ik die camp gewoon niet zo laat racen. Jordi! Collega slash vriend van mij. Sam. En Marinus? Nou, wat heeft hij nou weer te zeuren? Nou, over Pokémon Go. Kan ik er wat aan doen dat het event pas om 3 uur van 3 tot 6 is? Oké, Marines, heb je wat erin gepakt? Ik ga nu naar beneden. Kijk. Dus zal ik eerst het waypoint op het hotel zetten? Marines, je moet even je tomtom naar Rotterdam boten. Heb ik al lang gedaan. Al lang gedaan. Wordt nou weer gebeld. Zambos, chickie denk ik. Marinus is weg, hè? Ja. Oké, dan ga ik nu even wel eten. Dat was de wc. Dan ga ik even eten. Blijven jullie dan wachten? Oké, tot zo. Wie rijdt nou het hotel op? Matthijs zeker. Tot zo. Maar Matthijs, jij moet toch zo afsluiten. Hey, Christian, tot zo. Ja. Hey, caramba. Maar Matthijs. Ja.
Ja. Moet je niet aansluiten, het is al 2 over 8. Ja, nou ja. En waarom heb jij de skin er niet op? Dat had ik nog niet gedaan op deze. En omdat ik vanmiddag eigenlijk toen met Daan ging rijden, maar die was er toen weer niet ofzo. Dat doet hij nou de afgelopen dagen al, is heel irritant. Dan wil hij met mij samen rijden en dan zegt hij van, ja, we moeten iets doen en dan is het de hele middag. Dus. Nou, beste. Yo. Hé, hey, Marinus. Marinus. Daan, ben je er alweer? Nee, die is nou net al te eten. Hey. Maar moet je geen screenshot maken, 3 dassen naast elkaar?
Ik heb wat chatberichtje gestuurd in sneltransport. Naar de repair hoor. Ja, is goed. Ja. Je bent te laat. Hoe doe je? Want ik zat hier al gewoon 4 minuten. 4 minuutjes maar. Waar ga je heen, Marinus? Hij is bij de repair. Waarom de fuck kan ik hier niet heen? Waar zit het op de was? Oh, hier. Hey, Christian. Dat is wel mooi net, hè, dat we links moesten rijden hier. Wees een foutje. Hey, is mijn dag nou sneller dan die van Christian? Matthijs moet zich gaan, hè? Christian, kom je? Marines en Christian! Oh, daar gaat die goed. Oh, daar had je het al. Christian! Ja. Matthijs is zeker weggegaan, hè? Ja, hij moest daar fluiten, denk ik. Ja. Daf trekt hem wel goed, hè, Marines? Marines. Kun je hier weer rood stappen? Ah! Ach, dat was in de trailer vandaan. Sorry daar. Wat is er? Hij kwam tegen je trailer aan. Oh, nog ineens gemerkt. Jawel hoor. Yeah. Halen we dat genoemde stoplicht? Denk ik niet. Hé, hey, daar trek mijn DAF even op. En dan kun je weer stoppen. Stoppen? Ja, rood. Nee, gewoon doorrijden, want de volgende stoplicht gaan we wel stoppen. Hey Marinus, hij trekt hem wel goed, hè? Ja, zeker. Ja, maar dit is ook maar... Ja, het wel. Marinus? Ja? Heb jij de kont allemaal op Rotterdam staan dan? Ja. Dat had hij al lang gedaan, immers. Lekker, lekker racen. Wat je racen noemt. 90. Thank you.
Nick Duff, hè, Christian? Nick Duff, jong. Nick Duff, ben we. Maar toch blijf ik erbij dat Scania beter is. Dat is ook zo, alleen... Daf trekt deze trailers beter, hoor, vind ik. Oké, vanaf morgen gaan we Farming Simulator doen. Heeft die Joek je al geholpen dan? Ja. Wacht, vanaf morgen? Jongens? Marinus, wat gaan we dan vanaf morgen? Farming. Oké. Alle vrachten, Marinus, moet je eigenlijk allemaal via Rotterdamboot doen, weet je waarom? Dat is de snelste weg. Denk erom, komt iemand met lek inhalen. Yo. En nou is je weg. Oké, haha. Vanwege te veel... Geen kleur erbij. Vanwege te veel lek, zeker. Ja, of hij is gekikt door de admin. Ja, gekikt vanwege te veel lek, denk ik dan. Ja, dat is ook zo. Want hij deed in principe niks verkeerds. Hij haalde gewoon in. Maar dan is hij gekikt door het spel automatisch. Dus als jij te veel lag hebt, dan word je automatisch door het spel. Je wordt dan gekikt vanwege het hoog MS. Ja. Want de hoog MS geeft ons andere mensen ook lekker. Ja. Hé, hey, Marine is even eerlijk, hij trekt hem wel goed, hè? Zeker. Daarom zeggen Bradley en ik ook altijd, Daf is power. Scania is power. Want Scania power duurt heel lang. Maar Daf power is sneller. En Scania is power. En Volvo power dan. En Volvo dan. Dat is ook een klein lang kutwoord. Ja. Ik ben blij dat ik het niet in de rij. Mercedes is nog langer woord. Ja, maar dat logo bedoel ik. Mag ik meepraten? Wie? Vraag dat! Wie vraagt dat dan? Wie vraagt dat? Degene die jij er niet bij wil. Teunke! Ja, Teunke. Zeg maar nee! Doe maar morgen. Of zeg maar morgen... Nee, doe maar een andere keer. Waar rijden jullie heen? Mag ik meepraten? Nee. Doe maar een andere keer. Morgen. En dan moet ik even met z'n drieën gaan draaien, hoor. Anders krijg je hem er weer bij, nee, Marine. Nee. Nou, dan niet. Hey, Marines, anders heb je zo'n druk iemand er weer bij. Ja, dan hebben we gewoon twee mensen die druk zijn. Die de hele tijd vraagt, waar gaan jullie heen? Hoe kan dit? Godverdomme. Ja, kutzooi, ik rijd weer zachter. Idiota! Ja, dat heb je. Hé, hey, er staat nou echt op VTM log, staat er 90-90-90. Ja.
Want ik rij ook, iedereen rijdt ook naar hier. Te. Nee, dan ben je echt triest. Huh? Dan maar. Christian, probeer je me te halen. Ik ben aan het inhalen, toch? Dan, die heeft geen externe vracht, geloof ik. Want hoe kan dit, dat hij weer sneller kan? Hoe hard rijdt hij dan? Weet ik het. Of bij welk zo'n trap? Die Mon 1 JT. Groene Scania. Ja, ach, hij mag voor mij maar voorbij. Als hij maar niet rechts voorbij komt. Want rechts komt jij mij niet. Hij is nou eens een beetje bij Marines. Nee, die heeft geen extern contract, nee. Christian, die heeft geen extern. Waarom deed je dan eerst alsof hij langzaam was en dan zou ik hem inhalen en dan geeft hij gas bij? Nee hoor, ik denk dat hij gewoon die berg op moet, want hij heeft een kleine kutscania. En dat het hem gewoon niet lukte. Ja, hé. Hey. Betere toeteren. Dan, ja. Hey, maar Marine, wat vind je van mijn trucjes aan peeknaam? Ja, mooi. En Romy, dat is je vriendin? Ja. 24 april pas ik hem weer aan. Wat dan? Nou, gewoon weer een andere, denk ik. Ik verander mijn naam ook niet steeds. Ja, maar dit heb ik gedaan omdat... zei je, Bob? Dat roze gek, dat vond ik een beetje vervelend worden. Morgen naar werk ga ik er wel even langs. Hey, zeg Teun, waar rijden jullie heen? Mag ik meepraten? Nou, want toen heb ik gewoon gezegd van morgen. Nee, ja. Dan ben je echt triest. Nou, dan maar. Dag. K, puntje, puntje, T. Mens. Ik zeg kutkind. Hij echt zo. K, puntje, puntje, T. Mens. En daarna, jij draagt naar kutkind. Jij zegt het gewoon even. Marinus. Ja. Hij denkt, ik doe netjes. K, puntje, puntje, T, mens. En jij, kutkind. K, puntje, 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 T, mens. Kutkind. Ja, echt zo. K, puntje, puntje, T, mens. Marinus, kutkind. Hij had ook kunnen zeggen, K, puntje, puntje, mens. Kutkind. Dan ben je zelf op kijk prima jongen. Dan wat jij wilt spreken, nou kom maar. Wat is er dan? Hey, kut Matthijs! Jongens, hoe ze gaat hij in één keer Eurotruck spelen? Single player denk. Hij moest nog gaan. Ja, maar kan nou toch gewoon single player gaan doen? Oké, okay, maar Marinus, heb je hem toegevoegd? Marinus! Ik hoor Marinus! Ik hoor hem nog niet praten, anders. Marinus! Daar niet op praten.
Marinus, voeg me even op gesprek toe. Hey. Mooi, even op de vluchtstrook staan dan. Yo, op de vluchtstrook staan. Drie, twee, één, en ik sta stil. Jongen, ik stond gewoon al lang stil. Ja, maar ik tel dat vaak af. Ja, precies. Ik zeg 3, 2, 1, boom. Ja? Heb je het opgevoegd? Ja. Rijden. Lekker, Marinus. Hey, Teun! Ja, praten dan, Teun! Dat is mijn tijd, hoor. Ja, praten, Teun! Teun is net weg. Ja, hij moet die opnemen, hij wil meepraten, toch? Jolla, nou, dan ga ik... Nou, ga ik beginnen, Pik. Teun heeft de groep verlaten. Hey, Pik, nou ga ik beginnen. Hij wil eerst meepraten en nou verlaat hij het? Daan, ja, opletten, we moeten hier eraf. Ja, weet ik. Teun! Denk erom! Marine, ik ga hem zo leggen. Mag ik mee praten? Ja, doe dan. Kom dan. Zegt hij dat nou weer? Deed dat... Oh my days, we bellen hem toch. Oké, ik voeg hem nog een keer toe. Daan, even stilstaan. Marinus is uit de taap. Ja, is hij er? Ik ga even praten, jammer niet uit. Teun? Wel. Teun? En als ik gewoon zeg van morgen, dan moet je niet gewoon meteen gewoon even zo raar gewoon gaan doen. Ja, want wij zijn gewoon even keurig gewoon even aan het rijden. Ik kan niet steeds gewoon stoppen om mensen gewoon toe te voegen. Snap je? Zet in. We zijn namelijk met een event bezig. Ja, dat weet ik ook wel, hè. Nou dan. En ik moet dan kuthoerige kutgeld betalen aan die kutmarines. Maar Teun, mag ik even wat vragen? Nou. Waarvoor is Marinus gelijk een kutmens? Laten we gewoon kut zeggen in plaats van k.p.t. Een kutmens. Als hij zegt morgen. En dat ik triest ben. Waarvoor is hij dat dan gelijk? Ja, vertel. Oké, Marien, vraag je uit, maar het is niet mijn antwoord te geven. Waarom zeg je dat, Teun? Teun, dan moet je ook antwoord geven. Tong verloren, zeker. Nog in, Christian? Nee, hoor je. Hoor je niet, nee. Je praat niet. Een microfoonstuk of zo? Je praat ook niet. Ik kan nu ook. Ja. Zeg eens, hoor. Hey. Zo net. Hang gewoon even op. En. Marien, ik heb al een ideetje. Marien, ik heb al een ideetje. Teun! Wouter is echt een klootzak, wist je dat? Kan je hem maar eens even bijhalen? Ja, ik wil even met hem praten, een hartig woordje. Oh. Is het allemaal aan te kijken?
En anders moet jij gaan praten, want ik weet dat je microfoon niet kapot is. Is dat mijn kloot? Ik kan wel praten. Ik weet dat hij nou doet. Dus praat nou maar gewoon. Binnenbocht. Wee. Want je was net aan het praten en één keer is je microfoon uit. Ja, nou. Oh, die gaat bijna op zijn kant. Ja, ik zou, dat zou ik ook zeggen hoor. Ach. Ik ben niet bang te zijn hoor, ik sla je niet, ik ben niet bang te bijten. Kijk niet. Ja, ik snap dat ik je zeg serieus, maar... Nee, hij beukt je alleen omver in de GT, in Eurotruck, hè? Nee, ik laat hem gewoon de lucht in kijken. Wat een idioot! Idiota. Hey Marines, ik beuk hem niet, ik laat hem gewoon de lucht in spuiten. Einen kanka! Kaka? Ga met kanker spotten, maar goed. Shut up! Ja? Teun? Hey Daan, waar ben je nou weer? Ja, gewoon doorrijden. Hé, hey, ik zie jou niet voor mij rijden hoor. Ja, zeg nou maar gewoon wat, Teun. Oh. Laat het type, moet niet bang te zijn. Daar is hij. Ik zeg... Nee, je praat niet fucking, want... Oké, laat maar. Fucking is leuk, bitch. Je praat niet, anders hoor ik je wel. En anders moet je een nieuwe microfoon halen. Moet ik ook eigenlijk. Ook echt zo erachteraan. Ja, mijn mic is kapot, denk ik. Want ik praat de hele tijd. Ja, misschien moet je dan even ophangen en je microfoon stekker eruit halen en de brandel, goddamme. Cruise control hervatten. Ja, inhalen. Letsie, daar is Daan in de weg. Daar rechts inhalen. Joehoe. Ja, ik kom daar rechts niet voor weg. Maar luister, Teun. Ik weet dat je mij hoort. Ben gek kutmens. Ben niet triest. Maar als jij zo wil, is prima. Heb jij het van dichtbij gezien? Ik voor het laatst wel in bed. Marines, leg ik je nog wel uit. Ik voor het laatst wel in bed. Je hoeft dat gewoon niet uit te leggen, want ik weet al genoeg. Ik voor het laatst wel in bed, hé Tuin. Ziet er goed uit, wist je dat? Ah, ja, nee, je hoort me wel. Ik heb een kat gezien van dichtbij. Ja, hou nou maar op met de seksistische praat, joh. Jongens, 688. Roekeloos drijving. 688. Waar is die klootzak? Mag ik hem even rammen? Want daar ligt hij, laten staan. Achter jou daar. Tanken! Waar bleef? Maar Rinus, even stoppen, ik moet tanken. In één keer moet iedereen tanken, what the fuck? 680! Kan ik een mooi te grazen nemen? Maar nu heb ik nog steeds geen antwoord, Teun. Heb jij een kut van dichtbij gezien? Daan, wat zei ik nog net? Ophouden daarover. Ja, maar ik wil het weten.
denk het niet, anders geef ik wel antwoord. Maar Teun, ik wil alsnog weten, waarvoor heb je Marines kutmens genoemd? Mag ik dat weten? Valcorrectie, je hebt een K, een puntje, puntje, T, basis, mens genoemd. Mag ik weten waarom? Ja, sorry Marines, ik moest het even in hem taal, in zijn taal. Hé, hey, want hij is ook nog maar gewoon een klein kind, hè? Ja, met je K, puntje, puntje, T, basis, mens. En dan jij erachteruit, kutkind! Gewoon die uur ertussen, joh. Het is maar een vaag. Maar, mag ik weten waarom je hem kutmens hebt genoemd? Hij heeft zijn tong verloren. Volgens mij is hij ook zijn vingers bij. Ja. Wie moet er buiten blijven? Nee! Moet ik er buiten blijven, Teun? Ja of nee? Moet ik er buiten blijven? Als je één lastig valt, dan krijg je iedereen over je heen. Ik zeg dat ik er buiten moet blijven. Volgens mij ben ik de hoofdeigenaar van Boda, of niet? En zit jij ook in Boda? En dat is mijn, zeg maar... hoe noem je dat? Werknemers. Ja, groep-eigenaren worden uitgescholden. Ik ben de hoofdeigenaar, daarom zeg ik groep-eigenaar. Technisch zien jullie staan net zo hoog als mij, maar niet uit. Maar, als mijn hulp... Oh nee? Wat maakt dat uit? Deze groepchat is verboden hoor, ik weet niet. Alleen dit is gewoon een privé. Zeg maar privézaak over Boda. Ik weet niet. Dit is gewoon Boda. Ja, en alsnog, we praten niet in Boda. Je hebt Boda mensen uitgescholden, ik weet niet. Toch Marinus? Ook al praten we niet in Boda, je hebt Boda mensen uitgescholden. Maar ja, deze groepset is voor Boda. Dus. Maar. Hé, hey, wacht ik even! Buiten, want het zijn mijn open eigenaren. Daan! De eigenaren. Daan! Ja? Want ik zie Teun nog gewoon praten. Waar is Teun? Zeg dan wat. Teun, zeg nou maar wat. Dan zie je groene vakjes. Zeg nou maar wat. Ik bijt niet. Nee, alleen maar. Ik hoef alleen maar in mijn vriendin te bijten hoor. Ik hoef niet in je stokje te bijten. Nee, dat laat die hond wel doen zeker. Ja. Hey, ik bijt liever in mijn vriendin hoor. Ik weet niet. Nou, dat zal ik ook maar niet doen, Daan. Jawel hoor. Smaakt lekkerder. Nee, hey, want dan heeft ze gewoon een tepel minder. Ik praat niet, want we horen af en toe geluid bij jou en dan begint er in één keer groen te komen. En dan is het van een filmpje, en je bent een filmpje aan het kijken, en dan kan je nu zeggen... Nee, dat ben ik niet aan het kijken. Ben je wel aan het kijken? Dus praat nou maar gewoon, je hoeft niet bang te zijn, maar je bent bang om je smoel open te trekken. Zo, dat moest er even uit, sorry jongens. Maakt niks uit, je hebt gewoon de rechterap, Dan. Au, je hebt mijn oren beschadigd. Moet je maar geen oortjes in hebben. Hey, Matthijs. Denk erom, komt er snel een aan. Ja, interesseert me niet. Anders test ik. La. Ik kon er nog net omheen. Gast, ik heb 1, geen video aan. 2, ik praat wat? Wat zegt hij? 1, ik heb geen video aan. 2, ik praat. En 3? Nee, Teun, je praat niet. Ja, wat zei hij nou want nog meer? Want dan hoorden we je wel. En wat was 2? Wat was 3? 3, je houdt zijn we weer bij de mooie Amsterdam, hè, Marines? Ja. Wie moet niet je bek gaan houden? Zeg dat eens een keer dan zeggend in plaats van typend.
Dat durf je alleen maar dan te zeggen. Komen we zo weer bij 2T-kruising en dan moet je oppassen. Hey, Teun, jij bent gewoon een klote goedige kut, moedige kutkind. Ik zelf zijn bek moet houden. Zeg jij het nou eens? Hey Marinus, dat durf je niet te zeggen. Marinus, weet je waarom dat hij het niet durft te zeggen? Marinus? Nou, vertel. Omdat zijn mammy anders boos wordt dat hij anders vieze tering laaien dat hij dat is. Echt. Oké, nou ben je mijn probleem, bitch. Nu ben je mijn probleem. Nu heb je probleem. Hou je fucking klote bek, hoer! Ja, zeg het eens een keer gewoon zo! Oh, je buikt Marinus om je. Marinus rijdt tegen mij aan. Marinus blijft wel even lekker om zeggen. Ga maar even lekker om je heen. Ja, jongens, rijd gewoon door! Auw. Sorry Marinus, ik ben altijd bij mij afgegaan. Is het door? Oh, guys! Hey guys, just there! Nothing to see, just right! Marinus! Ja? Als je een 7 bent, dan vraag ik bij ja. Ja. Als je een 7 doet. Helpen. Maar voordat je hem een beuk van voren geeft, zorg dan even eerst dat ik daar weg ben. Ik bedoel, wachten. Je moet even om hem overeind te krijgen. Moet ik hem een beuk geven? Ik laat hem gewoon omhoog stuiteren. Hoor maar. Oké, mensen. Oprap iedereen. Ik ben wel uitkijk voor mensen die eraan komen. Komt er weer zo'n vieze stinkoude Renault. Nothing to see, just drive. Er is niks te zien. Hup, doorrijden. Ja, rijd door, klootzak. Oh, dan gaat hij zeker helemaal rechts blijven rijden. Ja, dacht ik al. Kan iemand even kijken dat er iemand aankomt? Ja, als je snel bent! Huh? Als je snel bent. Ja, dat ga ik niet doen. Komt iemand aan. Even mijn hek uit, anders moet ik niet omheen kunnen rijden. Ja, je kan niet omheen, pik. Marinus, hoezo kon die ene door jou heen rijden? Heb je ook nog... Marinus, denk ik... Marinus, hey, pik, dat is mijn trailer. Marinus. Huh? Heb je geen safe game? Marinus, heb je geen safe game? Door je heen. Hé, wat is dat? Heb jij ook die non-collision dinges, Marinus? Ja. Heb jij ook dat non-collision gebeuren, Marinus? Ik zal even kijken dat ik een safe game heb. Ja, iedereen moet even doorgassen gewoon, man. Gas allemaal gewoon door. Mensen, rij gewoon door. Maar ze moeten eerst even kijken wat er gebeurd is, net zoals in het echt. En dan ontstaat er een file. Hè? Ja, maar hij heeft het voor net op de toeteren. Maar kap even, Chris. Wat dan? Rijk je daarvan in de stress toeteren? Ja, behoorlijk, hey,
Want dat is no collision zone. Wat? Nou, hey, want ik ben no collision zone. Sinds wanneer dat? Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar, Marie? Dus dat je non-collision zone bent? Ik denk dat het verband ligt, dat ze dat helemaal aan hem gegeven hebben. Pleurzooi. Dan kunnen we hem ook niet om, overeind krijgen. Ja, rijden! Hup! Rij! Homo. Veilig, homo, doorrijden. Met je kutvogel. Wat heb je, zo, heb je F7 gedaan, Marinus? Nee, Marine. Weer bij Amsterdam, hè? Denk erom! Vind je leuk, hè, mensen in de weg zitten? Oh. Wat? Verdomme. Ik raak die spiegel. Ja. Ik en jouw spiegel straks ook. Edje heeft me toegevoegd aan zijn dingen. Nou, mooi voor hem. Wie heeft jou toegevoegd? Aan zijn Steamlijst. Hey. Wat zegt hij? Hoor jullie me? Ja, ben jij de man van door, hè? Vieze boezie, hè? Ja! Wie kan het weg? Ja, dag! Boezie! Hey Daan, als ik jou was zou ik hem een waarschuwing geven dat die Marinus een kutmens heeft genoemd. Hey Daan, je mag Tristan nu ook even een waarschuwing geven. Waarom? Hij heeft mij ook uitgescholden. Ik zeg dat Teunke jou zo genoemd heeft. Je trapt er ook in, ja, Christian. Oh. Hey Marinus. Ja? Hoi. En wat moeten wij nou doen? Want Marinus heeft F7 enter gedaan. Nee, Marinus is helemaal weer in Majestic. Daarom. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dag. Neem het maar voor hem op. Dag, Matthijs. Fuck you. In één keer neem Matthijs het voor hem op, ja, dikke vinger, bitch. Deactivated. Marinus, ik zeg, je durft niet eens te praten, zeg Matthijs in één keer daar zijn mieke stuk, daarom hè. Zeg ik, ja, dag. Neem het maar voor hem op, hè. Dag Matthijs, fuck you. Die vracht heb je al gedaan. En waar gaan we nou doen dan? Marinus, kunnen we doorrijden? Als jullie even wachten, dan ga ik even bij Wilders Trucks even kijken. Bij... Nou, waar ik gewoon allemaal... ben begonnen, want misschien dat in Rotterdam ook nog wel een ding is. Nee, is er niet. Of ergens in die buurt. Ja, Amsterdam, maar die heb je al gedaan. Maakt toch niet uit, kan je toch nog een keer doen? Weet niet. Kijk wel even. Ja, die Teun durft niks meer te typen zeker. Ik heb Teun tijd voor een nieuwe PC en Miek, denk ik. Of durf je niks te zeggen? Dichtbij zijnste is Marijn, denk ik. En Stuttgart.
Stuttgart. Marines. Dichtbij zijn ze, dus Mannheim en Stuttgart, Marines. Marines! Ja? De dichtbijzijnste is Mannheim of Stuttgart. Als je in Stuttgart ben jij... Dan kunnen wij beter... Dan kunnen wij beter ook F7N te doen en vanaf daar beginnen dan. Huh? Kunnen wij beter ook F7N te doen en naar die plek gaan. Waar hij of, we stoppen nu met de vracht, we doen F7 enter en we gaan morgen verder, want ik moet zo stoppen. Ja, maar Marine is niet. En dan kan ik morgen lekker wat eerder beginnen? F7 enter. Dat staat live op YouTube hoor. Hey. Pik, er staat live op YouTube. Marine, zou je dat er even uit en report je me even? Hey Marine, hou je dat er even uit en report je Daan even? Dat ben ik niet! Chris, dat ben ik niet! Maar je hebt wel. En waar ben je, Marines? Marines! Kan je in dat VTM-log zien waar die is? Nee. Ja, Marines! Toch? Ja? Kunnen we morgen weer verder? Dat we nu even geen event doen? Hey. Is dat goed, Marines? Ik durf je niks te vertellen. Ja, je kan er nog eentje doen, want dan lopen we weer gelijk, Marines. Ja, wat? Ja. Ik heb mijn eerste nog maar gedaan. Nou, waar ben je nou, Marines? Ik kan er nog eentje doen. Ik ben nu in Parijs, maar misschien dat ik zometeen even farming opstart. Oké, Alt F4. We gaan farming doen. Moet jij zo niet afsluiten dan? Jawel. Mooi.